wordt nog een verhaal gepubliceerd van mijn vader op veler verzoek. In 1997 heet het blad Flits van de EME-band. En ook daarin worden herinneringen nog aan Flip de Wien opgehaald. Ja, ik denk dat er nu geen collega's van mijn vader meer in leven zijn. Hij zou 106 jaar zijn. Dus ja, nu ben ik de aangewezen persoon om hem te gedenken. En dat heb ik op deze, ik heb deze opening daarvoor misbruikt om dat te doen. En ik ben ook wel een stapje verder gegaan. Ik heb in het geheim, met toestemming van de organisatie, iets van mijn vaders fotowerk laten ophangen. En dat zijn daar die foto's. Daar heb ik amateurfoto's uit de jaren 50. Maar hij heeft zijn hele leven gefotografeerd met een klein Kodak-boxje. 12 opnames in een jaar, meer kon het niet af. Maar in het laatste van zijn leven kreeg hij beschikking over een tweedehands Rolleiflex. En toen begon hij aan echte fotografie. Dus het begin werd. Hij heeft nooit op de tentoonstellingen van zijn fotoclub gehangen. Dus postuum vond ik dit wel rechtvaardigd. Ik zal ze na afloop weer van deze middag meenemen. Hoewel, als we die tekst daar zien, in die documenten history. We are the start to repeat it. Het is alles bedoeld, maar het klopt toch op of wel. En ik denk ook aan de huidige discussie amateurkunst versus professionele kunst.